Wat ik meestal doe is om de verveling een beetje tegen te gaan, is ook om te puzzelen. En ik heb er nu een puzzel van, even kijken, 1000 stukjes. En daar ben ik al 5 dagen mee bezig. Ik wil wel even toe aan iets vrolijks, even bewegen. Toch, Nathan, hoe gaat het bij jou daar? Hey Ron, daar zijn we weer. Ik ben het Nathan Rutjes en ook superleuk dat jij thuis weer gaat kijken naar een nieuwe aflevering van Zwepsport at Home. Een workout van ongeveer 10 minuutjes en wij gaan ervoor zorgen dat je fit blijft, ondanks het feit dat je thuis bent. Papa's en mama's, als jullie nou ook thuis zijn, doe gewoon lekker gezellig mee. En als je nou na die workout nog steeds niet moe bent, ik kan het me niet voorstellen. Maar is dat nu zo? Ja, dan kan je natuurlijk altijd het filmpje nog een keer terugkijken. En als je hem wil vinden, kan het natuurlijk op het YouTube-kanaal van Zwepsport. En als jullie dat nou filmen, dat zouden wij heel erg leuk vinden. Deel het dan op social media, Instagram, hashtag Zwepsport at home. En wellicht dat ik wel een lijntje kom geven. Ja, ik mis iemand. Vorige keer was er iemand bij. Ik ben hem aan het zoeken, maar ik kan hem niet vinden. Waar is hij? Hey, daar is hij! Laat best hier rutjes, klasse jongen, kom er snel bij! Want de kinderen willen beginnen en deze aflevering ook de ouders natuurlijk. We gaan van start met 10 minuten workout. We gaan een warming-upje doen. En wat is die warming-up, Lavetsie? Weet je dat? Nee. Nou ja, die weet ik wel. We gaan een warming-upje doen. We gaan draaien met de knieën. Dus we mogen de handen op de knieën zetten. Ja, heel goed. Je mag lekker draaien, draaien. Dat doen we een minuutje om gewoon even lekker erin te komen. Even lekker draaien met de knieën. Ik kan het ook zo doen. Je kan ook met je knieën naar buiten. Oh, wat een goeie zeg. Ja, natuurlijk. We denken ook natuurlijk gewoon creatief. We moeten creatief zijn in deze tijd. En we gaan de handen verplaatsen naar de heupen. En dan gaan we lekker rondjes draaien met die heupen. Oeh, hebben jullie nog een beetje spierpijn van de vorige aflevering? Ik kan het me zomaar voorstellen, want het was natuurlijk best pittig. En misschien heb je hem wel 2, 3 keer bekeken. En dan gaan we naar de laatste. Eventjes je voet optillen. En dan mag je je enkel draaien. Ja, moet je natuurlijk ook goed je balans kunnen houden. Je enkel draaien de andere kant op. En we wisselen van voet. Zo, wat een heerlijk begin van deze workout zeg. Papa's en mama's, gaat het goed? Ja, je zit al niet stiekem te gluren, hè? Ja, en de kinderen natuurlijk. En uitstekend gedaan. We gaan naar oefening 1. De workout duurt ongeveer een minuutje. En die eerste oefening is pittig, lieve kinderen. Je gaat namelijk je armen ga je wijd doen. En je gaat draaien met je armen. Ik ga de tijd nu klokken. 1, 2, let's go. Zorg ervoor dat je je armen... Nou, dat ga je nog wel voelen, denk ik, over een aantal secondes. Je mag natuurlijk een klein beetje je benen bewegen. Je ziet eigenlijk een klein beetje dat ik al automatisch een beetje ga huppelen. He? Ik ga eigenlijk al een beetje, zie je dat? Ik kan gewoon niet stil blijven staan. Maar we gaan natuurlijk gewoon, lekker je armen blijven draaien. Misschien dat die cirkels wat groter mogen. Blijf je ellebogen strekken, Lavetsie. Ellebogen strekken. Oké. En nu wordt het pittig, want nu mag je ook je armen wat naar achteren gaan bewegen. Oh jongens, en we zijn pas op de helft. Hou die armen hoog. Hou die armen hoog. Oeh. Wat zei ik, Lavetsie? Wat zei je nou in het begin van de oefening? Waarvoor is die zo zwaar? Nou, dat zie je dus nu wel. We blijven gewoon maar lachen. Maakt allemaal niet uit. Al maken ze het ons enorm zwaar, maakt niet uit. We blijven lachen. Eventjes naar achteren. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Oeh. Hij is pittig op je tanden. Op je tanden, tanden aan elkaar. Houd je ertussen. Nog 2, 1. Oh. Oeh, dit was wel echt een zware oefening, of niet? Ging het goed thuis? Hij doet weer stoer hoor. Nou, ik kan je zeggen, ik vind het toch best pittig. We gaan door naar de volgende oefening. 5 seconden rust zoals ik had beloofd. In die 5 seconden kunnen we rustig uitleggen wat de volgende oefening gaat zijn. En die volgende oefening gaat zijn... De zijwaartse squat. De zijwaartse squat. En hoe gaat die? Hij gaat als volgt. Je gaat met je voeten bij elkaar staan. Oh, hij doet het al. Fantastisch. En je gaat zijwaarts. Met je voeten. Nou, dit is eigenlijk een eitje, dus ik ga de tijd gelijk laten starten. Kinderen, thuis, let op! Let's go! De zijwaartse. En goed proberen uit te voeren, hè? Op je allerbest. Zei ik aller? Ja, allerbest. Allerbest proberen uit te voeren. Zijwaarts, goed zo, Lavetsie. Goed zo, jij thuis. Zo. En als dit nou goed gaat, kan je bij elk moment dat je het binnenkomt nog even erbij klappen. Dus tik! Dan hou je een lekker ritme. Klap. Hup. En klap. Nu. Huppakee. En we zijn alweer op de helft, joh. Kijk, als je daar je zin hebt, dan gaat het gewoon hartstikke snel. Of niet, Lavetsie? Ja! Ja.
Als het nou lekker gaat, dan mag je pas ook wat vergroten, hè? Kijk eens. Wow, wow. Haal even Spiderman, joh. Ja, hou vol. We zitten al op 40 seconden. Hou vol. Papa's en mama's thuis ook, hè? Niet alleen maar kijken naar je kind. Woe! Kom op, toppers, hou vol. Nog 10 seconden. Laat het je hou vol, hè? Hup, en weer zijwaarts. Voeten goed sluiten. Zijwaarts. Nog 3 seconden. Nog 2. Nog 1. En Spiderman, tja, is klaar met oefening 2. We zijn aangekomen bij de volgende oefening en hier hebben we natuurlijk allemaal op gewacht. Je mag namelijk straks weer iets gaan zoeken in de huiskamer. 20 seconden de tijd, we mogen dus nu iets gaan zoeken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat pakken en wat jij gaat pakken. De tijd loopt door! Ik heb iets moois, ik heb iets moois! We hebben allebei hetzelfde. Ja, maar dat is toch niet de bedoeling? Waar heb jij die nou vandaan? Heb ik ook ergens gezocht? Nou ja, goed. We doen het gewoon met de middelen die we hebben, toch? Twee ballen. Gaan we de oefening mee doen. Lavetsi, kom maar. Ga maar lekker zitten. Heb je thuis iets gevonden? Ik denk het wel, hè. Gebruik deze. Wat het ook is. Misschien is het wel een melkpak. Misschien heb je wel een pak rijst gepakt. Misschien heb je wel een bezem meer gepakt. Is wel lastig, hoor, een bezem met deze oefening. Maar we gaan het doen zoals Lavetsi doet. Alleen, je mag proberen je knietjes. Lavetsi, je knietjes mag je iets meer buigen. Ja, en je voeten mag je zo neerzetten. En dan mag je je rug iets meer naar achteren kantelen. Oh, ik voel het al, alsof je in een achtbaan zit. En dan ga je dus de bal zijwaarts bewegen. De tijd loopt nu. Yes. Oh, en dat voel je als goed in je buikspieren. Ga maar door, jullie thuis ook. Ga door. Oké, okay. Je ziet, hè, dat mijn rug een beetje naar achteren hangt. Alsof we in de achtbaan zitten. Oeh. Oh, we zitten in de Python van de Efteling. En we gaan dus die bal naar de buitenkant brengen. En heel goed, ga door, beetje naar achteren met je rug. Ja. Ja. Oh ja, dit is toch weer wat anders dan, hè, als je het zo uitvoert. Niet te rechtop gaan zitten. Lekker naar achteren. En we gaan door, hè. En hoeveel is het nu met de tijd? Oh, we zijn nog steeds onderweg. Pats, pats, pats. En dan voel je het branden als het goed is in je buik. Maar dit is hartstikke goed voor je buikspieren, kanjes. Geloof me nou maar. Bal goed vasthouden. Hou je nog vol. Het is nu 20 seconden. Oh, mijn buikspieren beginnen te branden, jongens. Hoe is het bij jullie thuis? Hou vol, hè. Oh, oh. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Dit hebben mijn buikspieren echt pom. Verdiend. Door naar de volgende oefening. We hebben nu een aantal oefeningen gehad, hè, Lavetsi. Ja. En dan is het weer tijd voor mijn favoriete onderdeel. Het rusten. Rustmoment. We gaan lekker zitten. En dit lijkt me een heel goed moment. Hoe lang gaan we rusten, Lavetsi? Weet je dat? Hoeveel seconden? Een minuut. Zullen we een minuutje pakken? Ja. Pakken we een minuutje rust? Gaan we dat doen. En dan lijkt me dat een heel mooi moment om iets te vertellen over wie is de mol. Ik heb namelijk een geheimtje wat niemand weet. En die ga ik speciaal, omdat jullie ook deze workout doen, met jullie delen. Rob Dikkee, die was natuurlijk de mol, dat weet iedereen. Maar wij hebben samen op de hotelkamer gelegen. En het was hartstikke warm, bijna 40 graden. Het was bijna een sauna. En we hadden een airco in de kamer, maar die airco was Chinees. Dus ik wist helemaal niet hoe die airco werkte. Nou, het komt er dus op neer dat Rob Dikkee en ik een uur aan die airco hebben gestaan. Met allemaal Chinese tekens. En we kwamen niet verder. En wat leuk is, het is nog gefilmd ook. Maar het is niet uitgezonden. Maar dat is mijn geheimtje wat ik met jullie wil delen. Is leuk toch? Ja. Heb jij nog een vraagje? Ja. Wat dan? Hoe zijn jullie er dan uiteindelijk uitgekomen? Wat een fantastische vraag. We hebben dus gewoon zwetend in een tanktopje de nacht overbrugd. We hebben maar gewoon in die sauna geslapen. Ja? Ja, we zijn gewoon gaan slapen. Niet klagen, gewoon doorgaan. Over niet klagen gesproken, het is weer tijd, hè? De rustpauze is voorbij. We moeten weer aan de bak. We gaan door naar de volgende oefening. En die volgende oefening is geweldig, want ik heb hier... Wow! Ik heb hier een bal. Die geef ik aan Lavetsi, alsjeblieft. En de volgende... Wow! Ja, die heb ik hier. Als het goed is, heb jij nu ook thuis een bal ontvangen. Een onzichtbare bal. En daar mag je een minuut mee alles doen wat je wilt. Dus we gaan hoog houden. We gaan goochelen. We gaan nu beginnen. Let op, ik gooi hem omhoog. Hup, tak. Ja, en hij gaat lopen. Na, 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 na.
Zo, live is live. Tik, tik, tik. Gaat dit goed thuis? Kijk eens, ik kan het op één been. Kijk eens. Hup, die bal blijft gewoon op mijn voet, hè. Ho, ho, heb je hem nog, die bal, Avetsi? Omhoog. Ja, oh, ik heb hem laten vallen. Wacht even, dan gaan we. Hup, hup, tak. Tak. Ho, ho, ho. Kan voetballen, hè, die vader van jou. Hup, tik, tik. Ja, hoe gaat het met jou, Avetsi? Doe thuis eens je allermooiste truc. Hup. Hij ligt in mijn nek. Had je niet verwacht, hè. En let op, hij gaat weer omhoog. Hup. Tik. Tik. Ja, hup, op het bosje. Tik, tik. Ho, ho, ho. In het nekkie. Ja, ja. Wow, wow. En weer in het nekkie. Wow, wow. In het nekkie. Ja, en ga door. Tik, tik. Gaat nog goed. Dat is toch best wel pittig, hè? Op het hakkie, op het hakkie. Dan is het maar nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. En. Boef. Ik heb die bal weggeschoten. Dag bal. En dit is natuurlijk de challenge waar jullie allemaal op hebben gewacht, want heel Nederland speelt mee. Nederland wordt gek, want we maken elkaar helemaal dol van wie heeft nou de meeste keren opgedrukt. Je gaat in 1 minuut tijd zoveel mogelijk keer opdrukken. En je gaat het opschrijven. Dus je gaat tellen, je gaat opschrijven hoe vaak je het hebt gedaan. 1 minuut, let op. 1 minuut, ja, yeah, let's go. Je gaat voor je persoonlijke record, hè. Ik ben al begonnen. Hey, kom maar, kom maar. Begin alvast. Kom maar. Ja, 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 ja. Come on, krijg eens. Hop, en dan ben ik weer. Hup, je bent me kwijt en ik ben er toch weer. Hup, come on, strijders. En als je nou vermoeid raakt tussendoor, is niet erg. Dan blijf je even wachten. Tik, en dan kijk je of je weer kan gaan. En dan ga je pats, pats en versnellen, en versnellen. En dan ga je gewoon voor jezelf het allerste onderste uit de kan halen. 30 heeft hij al. En hij zit pas op de helft, jongens. Wow, wat gaat hij lekker. Wat gaat hij goed, wat gaat hij lekker. En we drukken op. En we gaan door. En we voelen niks. We voelen niks, want we zijn strijders, we zijn krijgers. We zijn beesten, we zijn machines. Wat zijn we allemaal wel niet? Oh, ga door. Oerkreet, schreeuw het eruit, Lavetsi. Hoeveel? De 50. Fantastisch, ga door thuis. Ga door, Lavetsi. Kom op nou, man. 3 seconden. Nog 2. Nog 1. Je bent geweldig. Wow. Hoeveel, Lavetsi? Wat is je record? 70. Nee! Dubbele high five! Oh, mis. Nog een keer, dubbele five. Goed zo, jongen. Hoeveel was jouw record thuis? Ik ben ontzettend benieuwd. Laat het ons alsjeblieft weten. Goed gedaan. En aan het einde van de workout is het natuurlijk altijd weer tijd voor een cooling down. Dus ik wil je vragen, loop naar de ijskast, ga erin staan en dan word je vanzelf snel koud. Haha, dat is natuurlijk een geintje, man. Wat we gaan doen is een minuut lang freestylen. En wat doen we met freestyle, Lavetsi? Kan jij thuis dansen? Heb jij thuis wel eens gedanst? En je bent nu natuurlijk lekker in de huiskamer. Je bent natuurlijk lekker thuis in de huiskamer. En als je thuis in de huiskamer bent, dan kijkt niemand. Dus je kan gewoon doen wat je wilt. En je kan natuurlijk laten zien wat je wilt. En dan gooi eens even een lekkere salsa shake uit. Gooi eens even een lekker dansje uit. Voel, eventjes zo om je heen kijken. Even zo lekker zo. Ah, ta, hi, hoe, ah, tja. Lekker dansen, Lavetsi, tuurlijk. En gooi die handjes in de lucht, Lavetsi. En eventjes zo. Ja, natuurlijk. Even die lekkere dansen eruit gooien. En we gaan gewoon nog een paar seconden dansen. En dan ben ik zo trots op jou. Want we hebben het voor elkaar, jongens. En we gaan het helemaal weer oplossen. Hier, we gooien die spier workout er nog in. We doen alles om maar even een lekker dansje te maken. En schud eens even met je billen. Schud eens even met je billen. Kan je dat thuis af? Schud je nog even met je billen. Ja, natuurlijk. Oh, het is heerlijk. Ja. Gooi even lekker die swing eruit. Dan kan je ook met je billen doen. En gooi die handen in de lucht. Ja ho. En maak nog even een vliegtuig. En dan is het nog 5. En dan is het nog misschien wel 4. En misschien is het nog wel 3. En misschien is het nog wel 2. En dan sluiten we af met het mooiste van allemaal. Woo! Cooling down is gedaan. Super gedanst, joh, thuis. Toppie. En zo is er weer een einde gekomen aan deze workout. Ik moet zeggen, tegen jou. Ja, echt tegen jou, hè. Daar, thuis. Je hebt het geweldig gedaan. Fantastisch. Lavetsi, ben je ook trots? Ja. Op de kinderen thuis. En waarschijnlijk ook de ouders die natuurlijk lekker meebewegen. Nou, mocht het nou zo zijn dat je niet moe bent geworden van deze workout. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar goed, misschien ben je wel super. Ja, super fit. Dan kan je altijd nog de filmpjes terugkijken op het YouTube-kanaal van Zepsport. Of je kan deze natuurlijk gewoon nog een keertje afdraaien, totdat je een keertje moe wordt. Ik ben heel erg blij en heel erg tevreden. Ik hoop natuurlijk dat Ron dat ook is. En we zien elkaar bij de volgende aflevering weer, hè?
Hoi, hoi. Nou, dat heeft geholpen hoor. Ik ben weer helemaal los. Heerlijk. Ja, ik kan er weer even tegen. Oh, kijk nou eens. Hier heb je hem. Nathan, dat stukje. Deze zocht ik. Die Nathan. Oh ja, Nathan. Morgen weer. En de groet aan je zoon, hè. Hoppakee.